Hey jongens, ik ben Dennis en Renske en vandaag hebben jullie wat de Modern Warfare 3 gameplay. Vandaag is het Domination op Overwatch en het is episode 8 volgens mij van Mob of Noob. En Mob of Noob is een serie waarbij ik gewoon probeer in een live sessie een mob te halen. Dat is eigenlijk gewoon heel het principe en ik wist dat er een teammate voor me was, maar die zat om het hoekje. Die durfde niet verder te lopen. Oké, dankjewel. Fantastisch, beetje jammer, maar oké. Gelijk een leuke dead. We hebben hem gestunt. Hopelijk kan ik raken met mijn Semtex. Dat zou goed zijn. Hoe kom je ook naar boven? Oh, hier op de trap. Zo moeilijk, hè? Pak de trap. Even zitten met Ressa. Hallo, FMG9 Akimbo, zag ik. Ik dacht ook dat ik iemand voorbij zag lopen. Ik denk het niet aan dat mijn teammate daar zijn. Hey. Hallo. Ik speel vandaag... Nee, dat is mijn assist. Ik speel vandaag met de G36C. En wauw, die mensen houden wel echt van helemaal achter de map zitten, man. Maakt maar niet uit, zolang ze maar kill, maar... Dat zal niet heel lang goed gaan. In ieder geval G36C met silencer en kick, denk ik. Ik zou het anders ook niet weten wat er precies op zit. En snel schiets af. Dit is altijd een sneaky plek, hè. Dit kan ik me goed herinneren. Ik ken al die vieze plekjes toch wel. Nee, maar ik ben benieuwd hoe het gaat. Het is lang geleden dat ik het spel heb gespeeld. Heel veel mensen vonden hem al fantastisch. Ik vond hem wel leuk op zich, maar het was geen fantastische Call of Duty. In mijn ogen. Maar ik heb op zich wel genoeg plezier mee beleefd. Maar in ieder geval, de enemies zitten nou... ze hebben B ook. Ze zitten op B. Ik ben bang dat ze daar langs lopen, omdat ze... Nou ineens, net als wij triple cap, en nou lijkt het dat zij daar triple cap gaan krijgen. Ze hebben er in ieder geval al wel twee. Ik kan daar niet doorheen schieten. Zit er... die zit onder mij. Ik zag hier wel een enemy, maar... Ik zat een minimap iemand onder mij. In ieder geval achter mij, maar hij zit onder mij. Ik dacht dat hij achter mij stond. Maar gaan we hem even opzoeken? Ik weet niet, zullen we gaan challengen? Ja, gaan we hem challengen. We hebben specialist, hè. Dan kunnen wij toch... Wij zijn nou een super soldier. Dan kunnen wij hem challengen. Ik heb nog even net mijn sensitivity laag gezet. In het spel staat hij nou op 3. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Ik zweer het je. Ik speel nou gewoon op 3. Terwijl ik altijd op 10 heb gespeeld. Dat is echt insane. Dat verschil is echt te groot. Ik snap het gewoon niet. Het lijkt alsof ik altijd gewoon zo gespeeld heb. Oh shit. Oh, net op tijd. Ik zag dat hij een ghillie suit had. Dus ik wist een sniper had. En als je met een sniper bent, gelijk fucked. Hopelijk dat hier daar ook niemand aankomt. Dat zou heel erg lullig zijn. Bij B volgens mij. Iemand met een shotgun of zo. Oh, pas op. Oh, hij zit daar bovenop. Lol. Oké, hij is dood. We gaan even richting A. Nou zijn we C weer kwijt. Blijven constant wisselen. Dat maakt maar niet uit. Zo duurt die matches altijd wel lang als constant die vlaggen wisselen. Maar meestal zijn ze dan wel ongeveer gelijk. Dit is misschien heel dom. Ik wil eigenlijk niet via deze kant. Ik ga het toch proberen. Omdat ik hier vrouw in de cover heb is best dom. Maar ik heb geen zin om om te lopen. Dat was nog een, hè? Shit, er zitten meer enemies. Ik wist dat er eentje AFK, in ieder geval eentje leek AFK te staan. Dat was hij. Maar er waren er meerdere, dus ik even doorschieten. Misschien, ik hoorde al een granaatje, allemaal gezien. Oh, dat is helemaal niks. The fuck, dit spel is best wel lelijk eigenlijk, als je erover nadenkt. Oh jongens, als je PlayStation 4 hebt en je ziet dit, dan denk ik van, heb ik al die tijd gedaan? Soms zie je allemaal gekke dingen in de verte bewegen, dat komt gewoon door de graphics. Maar ik dacht even dat er allemaal mensen waren of zo, weet ik veel, top cake. We gaan weer richting C, nou via deze kant. Ik denk dat het best een slimme actie is. Hopelijk. Oh, oh yes! Yes! Ik kan niet verwachten dat ik deze zou hebben, even serieus. Even, oh shit, volgens mij kwam er net een naam. Ja, daar kwam er een naam. Fuck hem. Ik wacht hem op. What a bitch, hij had een shotgun. Die kerel die ken ik wel. Die heb ik net ook eerder gezien. Daar kwam er nog een aan. Hopelijk kan ik hem nou hebben. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Die mensen zijn dus heel slim, hè. Die rennen gewoon echt als kips zonder kop gewoon op je af. Het kan goed zijn dat ze nou weer achter me aan rennen. Toch even iedere keer achter me kijken. Ze zullen net zien als ik wegdraai, dan komen ze eraan. Maar in ieder geval, nou hebben wij weer C's. Ik blijf weer rondje lopen. We staan in ieder geval 16, of 17 om 0, dacht ik. Misschien wel 17 om 1, maar als streak volgens mij 17 om 0 of zo. Ik kan me niet herinneren dat ik net... door ben gegaan. Dus dat zal ergens in het begin zijn geweest. Nope. Dit wapen is niet gemaakt voor afstand. En ik had expres de wapen gekozen. En dacht, deze map is op zich redelijk close quarters. Eén schoot in mijn rug. Ik ga heel snel weg hier. Want iemand wist waar ik was. Hij schoot in mijn rug. Volgens mij van beneden. Oh, dat is wel echt even serieus toevallig. Dat was lelijk, maar ik deed niet expres. Ik moet er wel snel weg, denk ik. Heel snel. Gelukkig is die AC van ons, wat ons een voorsprong heeft. Ik snap niet dat ik gestunt werd. Even serieus, stunts, ik kan toch niet gestunt worden. Ik heb een specialist. Even rustig aan het rondkijken. We hebben zo verschrikkelijk veel killstreaks. Dat is echt absurd. Hey, dat is een enemy.
Please, free kill, waar ben je? Oeh, jij bent die. Ik ga even ammo ophalen. Dat is een beetje het idee. Nope. Ik zal hem zien. Ik weet niet of dat teammates hem hebben gezien. Holy fuck. Dat was close. Ik dacht eventjes dat mijn teammates er waren, maar dat is een sand turret volgens mij. Dit. En ik dacht dat ik hier ook iemand zat gezien. Oeh, ja, ik had hem wel gezien. Hij zat bij dat muurtje net. Ik dacht van, dat zal wel niet. Dat schoot niemand op mij. Net op tijd weg. Holy shit. Het gaat op zich best wel lekker. Het is wel allemaal spannend. Ik vind het echt eng. What the fuck? Mijn eerste potje in eeuwen. En ik haal die Moab nou gewoon gelijk. Hell yeah. Let's go. Misschien was het wel een goede game. Joh, ze gaan nergens over. Ik maak die mensen gewoon dood, ze weten niet eens waar vandaan. 29-1, let's go, let's go. Waar zit het? Hierboven? Ja hoor, ah, dat is mijn kill, maat. Eigenlijk moet ik doodgaan, dan zou ik misschien nog een dubbel mob kunnen halen ook. Maar ik ben niet iemand die graag zelf maar pleet. Oh, dat is gewoon een lijp. Ik wacht even met mijn mob, want dan wordt alles enorm donker en dat ziet er verschrikkelijk irritant uit. Nou, ze is weer achterbij. Teammate, ja, ik vertrouw je wel. Ik heb het idee dat jij dat wel mooi gefixt hebt. Hier zijn ze. Nee, dit is op zich best wel een ideaal wapen. Wel grappig, want heel veel mensen gebruiken geen G36C. Ik waarschijnlijk wel, want ik heb hem goud. Dus ik zal hem wel vaak gebruikt hebben. In ieder geval toch wel leuk om dan met zo'n wapen een keer in gameplay te zien. Want je zult niet veel zien. Het is eigenlijk een beetje een vergeten wapen, in principe. En 30 om 1. Let's go. Ah, één kill. Nou, dat doen we het allemaal mee. Zullen we die vlag cappen? Ik wil hem eigenlijk niet cappen, maar ja, jij wil, zullen zien. Oeh, let's go. Omdat hij misschoot. Hey, wacht, ik ga weg. Nee, 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 nee. Oh shit, ammo. Ik heb een ammo probleem. Ik heb een ammo probleem. Nee! Jij hebt niet eens een sniper. Je hebt een pussy sniper. En waarschijnlijk ook een tag inzet. Dit is een pussy sniper. Dan voor iedereen die niet kan schieten, die pakt zo'n ding. Oké, ik ga gewoon proberen. Dat is een pussy sniper, zeg ik. Stop er dan mee. Als je sniper hebt, dan heb je gewoon een bolt action of zo. Gewoon één keer schieten en dan pech hebben. Maar nee, hij niet. Maar ik wacht nog steeds even met die mo, want ik heb echt het idee dat dit gewoon een mogelijke dubbel zou kunnen zijn. Gewoon qua lobby dan, hè. Want ik heb natuurlijk nou helemaal geen streak. Maar deze lobby, die ziet er leuk uit. Wacht even, zag ik nou iemand? Oh nee, daar is niks. Zit hier onder mij. Hopelijk werkt dit. Yep. Waar zijn enemies? Ze hebben maar één vlag. Dat is voor ons op zich goed qua spawn kill, maar qua tijd kan dat een beetje een probleem worden. Want dan krijgen wij natuurlijk meer punten. Oh, die kill die viel dood. Als ik hem één kogel geraakt had, dan had ik gewoon een suicide kill gekregen. Maar nee. Ik schiet niet eens raak. God, ze zijn nou nergens meer. Ze zijn overal en tegelijkertijd nergens. Ik ren overal naartoe, maar ik kom niet meer. Oh, is dat een campertje? Oh, hij was nog niet eens dood. Nee, wacht. Mijn secondary is enorm goed, hè. Ik ben gewend altijd een extra wapen te pakken. Wauw, ik sprong ergens tegenaan. Ik ben enorm benieuwd waar tegenaan. Laat zien. Ik sprong ergens tegenaan. Ah, mijn teammate. Ik zweer, ik wist het. Ik wist dat ik ergens tegenaan sprong. Waarom kom ik niet achter cover? Omdat ik tegen een teammate aansprong. Hoe kan het ook? Hell yeah. We hebben onze slide vet. Nou wordt het wel krap. Dus ik denk dat we hem nou niet meer zullen halen. Maar ik denk als we bij het begin gelijk dood waren gegaan. Ik kan het zien. Als we bij het begin gelijk dood waren gegaan. Of in ieder geval toen ik mijn mob had. Dan denk ik dat we serieus een dubbel zouden kunnen halen. Waarom schiet ik hier al maar niet af? Hij is de sniper en ik kill hem op afstand van de G36C. G36C is gewoon een soort van submachine gun. Want de C staat voor compact. En compact, ja, dat is natuurlijk vrij logisch. Dat is eerder een submachine gun dan een echt assault rifle. Volgens mij valt het onder de carbines. Maar die categorie heb je in dit spel niet. Daar doen ze niet zo moeilijk over. Dus daar zien ze niet. Zo nou. Oh, ik zag niks door de EMP, lol. Maat, zullen we maar even weggaan? Ligt er nou iemand? Oh nee, dat is een like. Er ligt wel iemand. Maar die ligt volgens mij wel lang. Ik hoorde hem schieten. Headshot. Hey, plus 10.000. Altijd leuk. 150 headshot. Ik kan gewoon die mob in. Omdat het kan. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin om mee te wachten. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik het ben vergeten. Ik heb het al vaak gehad. De live commentaries. Hey, we hebben onze specialist alsnog. Ja, dat is pas 7. Hè. We moeten tot 24. Om het te halen. Dus dat duurt nog wel eventjes. 45-4. Zijn daar enemies? Ik denk het wel, eigenlijk.
Het is vrij rustig. Teammate aan het cappen, die wil er een eind aan maken. Ik wil dat niet. Maar ja, ik kan er niks tegen inbrengen, natuurlijk. Oh, dit is zo chill, hè. Die mensen mogen gewoon voorbij lopen. Dit is mijn kans. Maar nee, Dennis. Je verprutst het weer. Of ja, eigenlijk mijn teammates. Die zijn ineens heel erg objective aan het spelen. Nee, ik denk dat ik hem ons ga altijd. Maar ja, denken, hebben we niks aan. Denken, maar doen. Maar het zit erop, denk ik. Het zit erop, inderdaad. 49,4. We hebben hem gehaald, de mode. Dus serieus, mijn eerste potje van de dag. En ook nog eens mijn eerste potje van Call of Duty Modern Warfare 3. Want ik vind Modern Warfare 3 zelf niet echt een leuk spel. Als we zulke matches meer gaan krijgen, vind ik het natuurlijk wel leuk. Dus ik blijf lekker doorspelen. Ik ga gelijk nog een episode waarschijnlijk recorden. Of dat ligt eraan, laten we gaan even kijken. Maar die van kopen, die vond het leuk. Laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.